Ja, Robin, zo kunnen we hem goed zien. Kom maar iets dichterbij. Van harte gefeliciteerd. Je hebt hem terug, hè? Ja, ik heb mijn bel terug. Ja. En dat had je natuurlijk gehoopt, verwacht voor je eigen publiek. Had je ook meteen na de wedstrijd het idee dat je gewonnen had? Ja, ik had gelijk na de wedstrijd het idee dat ik gewonnen had. Ik had het gevoel dat ik de overhand had, meer scoren, alles netjes blokte, zowel defensief als offensief. Goed alles in elkaar had zitten. Ja, want in de zaal werd toch een beetje verbaasd gereageerd. Verbaasde dat jou dan weer? Dat verbaast mij zeker. Vooral als ik zie dat ik in mijn eigen stad ben, had ik toch wel wat meer... Ja, tenminste, ik denk dat twee jongens zijn van niet uit de stad komen. Die waarschijnlijk een paar pilsjes op hebben, weer een beetje aangeschoten zijn en een grote mond hebben. Dus ik denk dat het meer Duits is. Kleine jongensgedrag. Maar ja, ik irriteer me eigenlijk daaraan omdat ik vind dat als je naar kickboksen komt kijken en je niet weet wat wij ervoor doen, dat je toch respect moet hebben voor jongens zoals wij. Ja, nou volgens mij had de rest van het publiek dat wel. Hoe was het voor jou om hier te vechten? Het is een speciaal moment. Het is, ik ben natuurlijk hier geboren, getogen. Als klein jongen ben ik hier opgegroeid. Mijn eerste wedstrijdje gevochten als vierjarige in de sportschool. Mijn eerste profpartij gevochten als in de sportschool. En nu op het grootste podium in je eigen stad in de Achtertuin. Ja, dat is voor mij een speciaal moment. Ja, je wilde in de afloop nog wel even je gram halen. Je zei ja, ik heb eigenlijk het gevoel dat ik nooit mijn titel ben kwijt geweest. Dat heeft natuurlijk te maken met die geschiedenis van die 200 gram. Inderdaad, ja. Ja, ik heb vorige keer mijn titel verloren op de weegschaal. En ik hoop dat ze nou ook schrijven dat ik 300 gram te licht was. Ja, misschien heel lullig, maar vorige keer was niet mijn fout. Nou hadden we wel netjes, zoals in Nederland, altijd alles top is geregeld. Konden we elke keer controleren. En als je ziet, het kan mijn gewicht. Het is niet dat ik vorige keer een grote misdaad had gedaan en kilo's te zwaar was. Dus. Nee, nou, bij deze is het dan rechtgezet in ieder geval. Smaakt dit nou naar meer? Zeg je van, doe maar vaker vechten in Brabant. Ik hoop dat ze terugkomen. Ik heb het idee dat het een heel mooi event was, leuk publiek, volle zaal. Dus ik hoop dat ze vaker terugkomen. Ja.